Show. Echt zot van Horsepilot. Ik weet niet hoe het komt, maar ineens heb ik een obsessie met Horsepilot. Hallo iedereen, ik ga vandaag, eigenlijk dezelfde dag als de vorige video, de shoplog opnemen. Dus zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien, ben ik samen met Frederike naar de Horsten meegegaan en heb bij geshopt. Allee, eigenlijk heb ik geshopt en was zij gewoon mee om mij te helpen kiezen. Dus, dus dat gaan wij vandaag uitladen. Ik denk dat ik ga beginnen met dit. Dat hebben we als laatste nog besloten om wel te kopen, want dat zo zou ik het doen, zou ik het niet doen. En dan zei ik, ga het niet doen. En dan nog keiveel tijd over. Maar het ding was, ik had voor mijn verjaardag van Maren 20 euro gekregen. En Frederik heeft mij ook 20 euro gegeven. En ik heb daarmee, met hun verjaardagsgeld, voor mij heb ik dit gekocht. Dus een heel mooi dekje van Epona. Dus ja, gewoon een simpel dekje. Met een mooie afwerking. Zo. En het heeft zo'n beetje... Ja, echt zo een diep rode bordeaux kleur. Het is echt de kleur die je nu ziet. Als ik het zo hou, is het lichter. Zo. Ja, dat is echt zo de kleur ervan. Heel mooi. En daarbij natuurlijk de bijpassende bandages. Zo. In deze kleur. Heel mooi. Dus die ga ik zaterdag gebruiken. Oh, dat past bij mijn scrunchie. Dus ja, die ga ik zaterdag gebruiken. Dus ja, morgen. Ik kan aan de kant zetten. Dus dat was deze zak. Ah ja, misschien moet ik zeggen hoeveel dat al alle twee gekost heeft. De bandages waren 15 euro en de shabrak was 25 euro. Dan hier om er vanaf te zijn, heb ik ook nog een hele pot met paardensnoepjes gekocht. De snoepjes zijn weer al op. Dus ja, die zien er zo uit. Ik zal ze misschien even laten zien. Koekjes zien er zo uit. Gewoon rechte blokjes. Ze zijn banaan, maar ze ruiken... Ja, ze ruiken een heel klein beetje naar banaan. Dus ja, mijn vorige waren framboos. En die waren ook meer rond. Maar dat waren denk ik ook andere. Ja, die had ik ergens anders gekocht. Dus nu heb ik weer een grote pot, dus kan ik er weer even tegenaan. Dus dan heb ik, zoals jullie konden zien, een poetstas gekocht in plaats van een poetsbak. Dus ik ga ik mijn poetsbak verkopen of zo. Of kun je dat mee doen? Dus ja, van Epona. Zo'n poetszak. Er zitten heel groot. Er zitten heel veel vakken in. Dit is de binnenkant van de tas. Epona. Zo. Hier zijn zakjes. Hier is een zak. Hier zijn zakjes. Hier is een zak. Hier is een zak. En hier zijn allemaal zakjes. Er is ook een riempje dat je hem op je schouder kan zetten. Aangezien ik niet zoveel spullen heb, ga ik denk ik elke keer dat ik mijn paard ga opstellen, daar ook mijn bandages in steken. Dan moet ik die nu zo apart en dan kan ik dat gewoon allemaal over mijn schouder. En dan kan ik dat gewoon zo meenemen naar de stal. En zo'n puisteen of puimsteen, ik weet het niet juist. Die zijn in het wit. Ik heb ook gevraagd waarom dat in het wit is. Omdat normaal gezien zijn dat zwarte, maar als je dan daarmee, ja, hoe zeg je dat, wrijft of zo, dan komen daar zo zwarte, zo van die zwarte spikkeltjes af. En als je een wit paard hebt, is dat natuurlijk niet zo handig. Dus daarom verkopen ze nu witte puimstenen. Als je het weet, laat het mij weten. Ik ga het nog steeds vergeten, maar toch. Je weet wat ik bedoel. Deze was 1,90 euro. Dus ja, 2 euro. En deze poetstas was 20 euro. Dan heb ik ook nog zo'n handschoen. Maar ik zie soms ook mensen hiermee in paard ja, zo het laatste stof eraan doen. Dat die zo mooi blinken. Dus ja, in het grijs. Want roze was echt niet mijn kleur. Er waren ook rozen. En deze, ik denk, met deze kant kun je ze echt goed laten blinken, maar met deze ook. Ja, gewoon. Dan gaat dat wel fijn moeten zijn. Dus ja, we gaan zien wat dat geeft. En dan het laatste wat in deze zak zit. De hoefolie van Leovet.
Leovet. Hoof oil for strong hoofs with pure nature oils. Eco-friendly. Dus dat is promising natuurlijk. Voor gezonde hoeven met natuurlijke pure oliën. Zuivere plantolieën van avocado, jojoba, sesam en calendula verzorgen en voeden het hoorn. Het hoorn blijft elastisch en gezond, activeert hoefgroei, beschermt tegen losse hoefwanden en rotstraal, brengt vocht in de hoef en geeft een lange glans. Dus ja, dat ga ik vanaf nu doen elke keer als ik met mijn paard gereden heb. Ik ga het eens open doen misschien. Dus het is met zo'n borsteltje. Dus dit gaat ook in de poetstas. En dit was voor 17 euro. Misschien eerder aan de zijkant steken. Want als dat uitloopt, dan denk ik dat dat wel chiller is dan dat hier in de zijkant stak. Zo. Horse Pilot! Ik ben echt zot van Horse Pilot. Ik weet niet hoe het komt, maar ineens heb ik een obsessie met Horse Pilot. Dus ja, daar heb ik ook 2 items van gekocht. En er zijn nog items, dus ik ga eerst die doen. Dus ik heb 3 paar kousen van, ik weet niet, een merk, ik weet niet. Ah, hier. Mountain Horse Beyond the Ride. Ik weet niet, kousen boeien mij echt niet zo neig welk merk dat is, omdat... Dat zit onder uw laars, like, niemand ziet dat. Dat boeit echt niet, vind ik persoonlijk. Maar als u dat wel boeit, je bent vrij van mij om daar wel om te keren. Maar ja, ik keer daar echt totaal niet zo hard om. Ik heb zelfs geen idee welke kleur dat is. Ik heb gezien dat er een oranje paar in zat, maar meer weet ik ook niet. Dus ik ga daar eens naar kijken. Ik vind het ook altijd heel belangrijk dat een kous zo wat stretches. En echt zo'n beetje ja, dat nylon effect heeft. Want ik haat echt als dat zo... Hele dikke stukken kousen zijn dat je echt zo over je broek moet trekken. Ik vind dat echt niet fijn. Dus hier heb ik de zwarte van Mountain. Wat is hier? Mountain Horse. Het is gewoon simpele zwarte kousjes. Zo. Het is one size, dus. Dan oranje kousjes. Die vind ik wel leuk. Dat is echt nog een leuk kleurtje. Wacht, ik ga zo in. Nee, ik krijg de kleur niet af te op beeld. Ja, zo. Dat is de kleur. Ongeveer. Ja, toch iets donkerder. Zo. Hier zo de dingen op. Ook heel tof. En nog 1 paar. En dat zijn... Oh, witte. Dat wist ik zelfs niet. Ja, zo. En hier is het voetje ook iets dikker van stof. Dus dat is ook wel fijn. En zo. Mountain Horse. Voilà. Dus dit zijn de kousen. Dus ja, eigenlijk heeft elke kous al wel dat hij zo... Aan het voetje een iets dikkere stof hebben. Dat zijn de kousjes. En die hebben 25 euro gekost. Alle 3 samen. Een riempje gekocht van Epona. Weer al van Epona. Mijn dekje, mijn laarzen. Ja, nu mijn poetszak. Mijn andere dekje en bandages. En mijn riem zijn van Epona. Dus het meeste wat ik heb is van Epona. Dat is eigenlijk. Dus een zwarte riem en zo... Bruine afwerking en zo een ronde vorm van sluiting. Zo. De riem van Epona was 13 euro. Dus dit is de t-shirt van Horse Pilot. Een hele mooie grijze t-shirt. Met een beetje een V-hals uitgesneden. Een logootje op de borst. Van achter is hij zo. Met zo'n beetje een roze afwerking. Ik vind het heel mooi. Ook een heel leuk stofje. Ja, is zo'n stofje om mee te sporten. Om lekker in te zweten. Van Horse Pilot. Dus ja. Dat was 55 euro. Een broek van Horse Pilot. Ik vind het een hele mooie kleur. Echt zo, ja, crème kleur echt. Zoals jullie kunnen zien. Op de... Poep staat er Horse Pilot in wit stiksel. De zakken zijn afgewerkt met grijs, waterdichte zakken ook. Ook mooi afgewerkt met zo, ja, een lichtere crème kleur. En dan hier mooi in witte stiksel een logootje. En vanachter staat er altijd in hun broeken Challenge Your Riding, denk ik. Ja, Challenge Your Riding. En ook hoger uitgesneden vanachter als van voor.
En dan de onderbenen zijn zwart. Daar moest ik in het begin heel hard aan wennen. Maar langs de andere kant, die zie je toch niet. Dus ja. Dus. Even jullie het even kunnen zien. Dit is het t-shirt. Ik vind het echt heel mooi. Zo. Zo. En dan voor de broek ga ik echt op een stoel moeten staan, want ik weet echt niet dat ik het anders ga laten zien. Zo. Dit is de broek. Ik vind hem heel mooi. Show, show. Woep. Heel charmant. Jeeps. Ik weet niet of ik gezegd heb hoeveel dat de broek kostte, maar die was, als ik het niet verkeerd heb, 180. Zo. Nou. Het is hier nu echt een mes. Dus dat ga ik even opruimen. Ik ga eerst mijn normale kleren weer aan doen. Ik ga hier even opruimen. Dus, dit was de video. Ik heb er al helemaal warm van gekregen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ja, tot de volgende keer. Doei!